Marie, kan je je even voorstellen alsjeblieft? Ja, ik ben Marie Bamotesse, 41 jaar, getrouwd en moeder van 3 kinderen. En ik woon in Keerbergen en ik ben een federaal ambtenaar. Ja, je bent getrouwd met Peter Verlinde, een voormalig VRT-journalist, die heel vaak uithuizig was, hè, die vaak op reportage was in het buitenland. Hoe ben je daar eigenlijk mee omgegaan als jonggehuwde? Moet toch niet gemakkelijk geweest zijn? Dat klopt, het was niet evident, omdat ik zeker naast het moeder zijn nog altijd voortijds gewerkt heb. In het begin zeker door de stad Antwerpen, wonend in Kortenberg, dat was eigenlijk wel een heel lang traject. Maar ik denk, als je voor iets gaat, als je jou engageert, ook voor het gezin, en als je goede afspraken maakt, en hulp krijgt, want ik heb ook heel wat hulp gekregen, dat moet werken. Ik herinner me dat ik een gegeven moment had ik een baas, een leidinggevende bij Stad Antwerpen, en die zei, ja Marie, dat moet het toch zwaar zijn voor jou. En uiteindelijk zegt die man, een heel wijze man eigenlijk, ik heb nog altijd daar goede contacten mee, ja, je bent getrouwd met de man van de wereld. En dat was, tot vandaag is dat mij bijgebleven. Ja, ja. En het feit, ja, het is een engagement op zich, want zijn werk was ook voor een stuk mijn werk, dus als hij zijn werk heel goed deed, dat compenseerde een beetje. Dus, want hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk? Ja, dat is heel op het werk eigenlijk, of via het werk bedoel ja. ik, omdat ik zag een reportage die hij had gemaakt. Ik kende hem niet en achteraf heb ik dus de VRT zelf uit de VRT.be toen ja, gemeld ja. Ja, ja. En gevraagd. Ik heb een reportage gezien over Afrika, over oorlog, zeker het ging was in Congo. En dan heb ik gevraagd, ja, ik weet er daar heel veel over, ik ben daar zelf geweest, moest je nog extra informatie wensen? Ja. En dan wil ik zeker daar een gesprek gaan met de maker van die reportage. En zo hebben ze mij eigenlijk zijn mailadres doorgestuurd ja. En zo zijn we in contact gekomen. Het was een reportage over Congo, maar u komt eigenlijk uit Rwanda. Ja, ik kom uit Rwanda. Het was een reportage over de Rwandese vluchtelingen in Congo, ah, okay. In Oost-Congo. Ja. Dus vandaar, inderdaad, ik kom uit Rwanda. Ik ben zelf in die tijd in april door de genocide natuurlijk gevlucht ja. naar Oost-Congo. En zo ben ik in Congo geraakt en gebleven als een vluchteling in een vluchtelingenkamp. Ja. U hebt daar verschrikkelijke dingen gezien. Klopt. Hoe is u daarmee nadien kunnen omgaan? Hoe heeft dat een plaats kunnen geven in uw leven? Wel, als kind, dat is nu ondertussen 30 jaar hè, geleden, ja. in april 94 vanuit Rwanda en dan in 96 in Congo. Als je zo'n dingen meemaakt, je dat moment zelf denk je daar niet over na. Je hebt geen tijd om erover na te denken, je bent constant aan het overleven. Het is achteraf, als je in een veilige omgeving terechtkomt, eigenlijk nu in België, ondertussen 25 jaar, dat je langzamerhand eigenlijk probeert dingen te reconstrueren, te begrijpen. Maar wat mij vooral geholpen heeft, is vooral studeren, lezen, heel veel over politiek en over filosofie bijvoorbeeld. Maar ook constant mezelf als een casus eigenlijk, mijn eigen verhaal als een casus beschouwd. En zo ook een boek daarover schreven. Misschien daarover iets meer, over het boek, de titel? Marie, overleven met de dood. Ja. Ja, dus hoe de dood eigenlijk op een gegeven moment, omdat er heel veel doden waren rondom mij. En ook zo ben ik natuurlijk als een weeskind opgegroeid, omdat mijn ouders vermoord waren op dat moment. Daar is een vermoord geweest. En ook mijn familieleden. Ofwel laat je je gaan, hè, dus sterf je op dat moment. Hè, ofwel probeer je te overleven. En wat mij ook vooral geholpen heeft, is ik ben heel gelovig opgevoed. Het geloof werd een houvast voor mij. En ik ben mee in dialoog gegaan met Jezus, die mij altijd de weg wees en altijd wees. Dan kijk, zonder u ben ik niks, ik raak niet verder. Maar ik wil eigenlijk leren de dood te aanvaarden als het moment gekomen is. Dan zeg het maar zo, maar u beslist wat er gebeurt. Ja. Ik weet dat ik toen, ik was toen 14, diep in de broes in Congo. Ik vroeg gewoon, mag ik alsjeblieft 18 worden? Ja.
En ik ben ondertussen 41 jaar. Ja, ja. Ja. Is dat geloof ook een bepalende factor in uw politieke keuze voor CD&V? Klopt, want ik ben ook natuurlijk een politoloog. Ik heb politieke wetenschap en internationale politiek gestudeerd aan de KU Leuven. Maar tegelijk, ik ben ook ooit gevraagd door N-VA bijvoorbeeld geweest om op onrechtstreekse manier natuurlijk. Maar mijn keuze is altijd geweest voor CD&V vanwege de christelijke waarden die ik sterk terugvind binnen de partij en ons partijprogramma. Mm-hmm. Dus dat vind ik heel erg belangrijk. Ik kan me niet inbeelden dat ik ergens bij andere partijen zou passen. Okay. Absoluut. Uw keuze om dan federaal ambtenaar te worden in de asielsector, heeft dat ook te maken met uw verleden en met uw gelovig engagement? Voor een stuk zeker en vast, omdat ik per sociale werk gestudeerd, omdat ik internationale politiek ben gaan studeren. En ik ben altijd, door vanaf mijn expertise als zelf is vluchteling en dan sociale werk studeren, dan de politiek, situatie, de politieke kant van het verhaal leren kennen, ben ik iemand geworden die niet aan de kant wil staan, maar die eigenlijk vanuit de professionele, zeker persoonlijke expertise, om iets gaan terugdoen voor onze samenleving. Ja. Dat is een soort engagement. Het is een bewuste keuze geweest. Ja. Ik moet wel daarbij zeggen dat dat niet zo evident is, omdat je constant geconfronteerd wordt door je eigen verleden. Ja. Dus constant wikken en wegen, afstand en nabijheid. En dat is een moeilijke oefening op zich, maar het lukt. Ja. Wat is volgens u een rechtvaardig vluchtelingen- en asielbeleid? Een rechtvaardige vluchtelingen- en asielbeleid is een beleid dat eigenlijk preventief verankerd is. Mm-hmm. Preventief in die zin dat men niet alleen de vluchtelingen benadert als inderdaad zijn de slachtoffers, effectief, die moeten we beschermen. Mm-hmm. Maar als je op lange termijn iets wil realiseren, moet je ook naar de oorzaak gaan kijken. Zijn de regimes, bijvoorbeeld de dictatoriale regimes, die mensen onderdrukken, waardoor mensen moeten vluchten. Dus dan moeten we eigenlijk daar preventief iets rond doen. En oprechte menselijke beleid begint bij de preventie, bij eigenlijk empathisch omgaan met mensen, maar tegelijk eigenlijk je kunt niet alles voorkomen, maar zoveel mogelijk preventief met eigenlijk een samenwerking en ook met de juiste mensen, de juiste man op de juiste plaats. Want dus je moet de expertise hebben om te weten wat is de context in bepaalde landen, om dan eigenlijk daar rond te gaan werken en met de juiste mensen. En gericht te kunnen gaan. En gericht, absoluut, U bent nu kandidaat voor de provincieraadsverkiezingen. Wanneer u in de provincieraad terechtkomt, welk punt zou u dan zeker in de komende legislatuur gerealiseerd willen zien? Ik vind mobiliteit heel belangrijk en ook ruimtelijke ordening. In die zin, ik woon in Keerbergen en ik heb gezien bijvoorbeeld dat we wonen toevallig dichter bij een school, het Atheneum van Keerbergen. En ik vind dat er rond veiligheid moet gewerkt worden wat mobiliteit betreft, voor die kinderen, dat ze veilig naar school kunnen. Maar ook die groene omgeving moeten wij kunnen behouden, rekening houden natuurlijk met de huisvesting en zo verder. Het is eigenlijk een doordachte keuze, maar moeten we eigenlijk en mobiliteit en ruimtelijke ordening kunnen bewaren en bewaken, ook op lange termijn zeker en vast. Ja. Voor de mensen die je nog niet zo goed kennen, wat is de beste eigenschap van Marie? Of wat vinden uw vrienden van u de beste eigenschap? Ik heb vaak van mensen gehoord dat ik een doorzetter ben. En dat ik empathisch en sociaal ben. En ik vind wel, ik ben iemand die ook doordacht inderdaad doorzet. Ik hoef niet altijd op te vallen, maar ook een stiere kracht ergens zit. En zijn er ook scherpe kantjes aan, Marie? Jawel. scherpe kantjes aan Marie is dat ik kan wel soms koppig zijn. Ja. Als ik overtuigd ben dat ik de juiste keuze... Ik ben ook een doendenker. Als ik na lang denken ervan overtuigd ben van iets, echt de juiste keuze, de juiste weg te hebben gemaakt, de juiste keuze te hebben gemaakt, de juiste weg te bewandelen, je moet eerst sterker dan ook komen om mij van gedachten te doen veranderen. Oké. Bent u eerder een boekenmens of eerder een filmmens?
Wel, eerder een boekenmens, maar op een selectieve, gerichte manier. Aha. Ja, welk soort boeken dan? Ja, filosofische boeken vind ik eerder belangrijk en heel interessant, maar ook bijvoorbeeld een boek van Edith Eger. Een Joodse vrouw die in Auschwitz de genocide overleefd heeft en die daarna als zelf gestudeerd heeft en daarna als een psychiater andere mensen gaat helpen. En die eigenlijk de dood, er is eigenlijk een verbondenheid ontstaan omdat zij zelf vanuit de doodservaringen vertrekt en die dat als een geschenk beschouwt. Mm-hmm. En dat vind ik wel echt zeer, zeer treffend. En zelf. Dat kan ook teruggaan bij uw ervaring als hele... Ja, hoe jij vanuit je eigen kwetsbaarheid sterk wordt door die te erkennen en plaats te geven. Ja. Het is niet aan iedereen gegeven, maar ik ben eerder een denker, iemand die zich makkelijk terugtrekt en een soort woestijnervaring. Ja. Ik kan daarvan genieten, van eigenlijk roestig na te denken. Ik hoef niet altijd te lezen, maar filosoferen eerder. En zelf dingen opschrijven. Ik ben ook met een tweede boek bezig en zo verder. Dus dat vind ik wel eigenlijk... Maak ons nieuwsgierig. Is het opnieuw autobiografisch of niet? Ja, voor een stuk. Omdat er toch wel een vraag naar is. Omdat ik heb een boek geschreven samen met Peter Marie Overleven met de dood. Met de dood. Ja. En ik vind dat er iets aan mankeert van Marie... Leven na de dood, het leven na de dood eigenlijk van de voorbije 25 jaar hier in België. Ja. Het studeren, moeder worden, integratie zeker en vast. Ik denk dat ik nog heel wat tips kan geven aan mensen van buitenlandse origine die hier hun plaats proberen te zoeken, te vinden. En ook op onderwijsvlak, op verschillende vlakken, denk ik dat ik toch heel wat expertise heb. Om mee te kijken. Kijken er echt naar uit. Nog één vraagje. Ja. Waarom moeten mensen op u stemmen op 13 oktober voor de provincie? Ik denk dat ik heel wat te bieden heb. Ik heb natuurlijk nog geen politieke ervaring, omdat ik nog die kansen nog niet gekregen heb. Maar als mensen ervoor willen kiezen voor iemand die zich echt inzet... voor een warme, veilige samenleving, maar ook op verschillende plekken. Ik denk dat zowel lokaal in Keerbergen, provinciaal voor onze mooie provincie in Vlaams-Brabant, als ook internationaal, omdat ik heel wat ervaring toch heb. En ik denk dat ik, als ik de kans krijg, dat zij niet teleurgesteld zullen worden. We wensen jou daarbij alle mogelijke succes. Dankjewel.